Het is donderdagavond in de kantine bij FC Linde. En zoals gebruikelijk worden er hier in de keuken hapjes geserveerd. Maar er kwam ook nog een ander hapje binnen. Mijn kleine broertje, Jimmy Spelbos. Jim, goedenavond. Goedenavond, broertje. Hoe is het? Met mij is het uitstekend. Maar mijn vraag aan jou is, hoe zit het met jou? Ja, mij gaat het ook heel goed, Rien. Ja, een stapje terug gedaan en dat bevalt heel goed. Ja, je hebt meer rust in, met je jonge gezin en je drukke werkzaamheden. En ja, je was er echt een beetje aan toe, hè? Ik was toe aan wat tijd voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn bedrijf. Ja. Dat heb ik gevonden nu, ja. Betekent niet dat jij niet meer bij Linde te zien bent, want nagenoeg alle wedstrijden dan ben je aanwezig. En we hebben nu een wedstrijd of 12 achter de rug. Ja. Was jouw algemene indruk van FC Linde op dit moment? Ik ben tevreden, gematigd tevreden, ja? tot tevreden. Ik denk dat we redelijk staan waar we moeten staan. Een leuke ploeg, onderling, een goede ploeg. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja. Want kijk, je hebt jarenlang in de keuken gekeken. Nu sta je daar wat meer buiten. Kun je ook iets meer afstand van nemen. Ja. Maar goed, als we even naar de ranglijst kijken, hebben we eigenlijk niks te klagen op dit moment. Hè? Ik denk dat we staan waar wij hadden gehoopt te staan. Misschien iets hoger, linkerrijtje iets hoger wellicht. Maar we doen het zoals we moeten doen. Ja. Het brengt wat we verwacht hadden, gehoopt. Ja. Het is, Jim, een hele rare competitie. Hè? Ik kan er geen touw aan vastknopen. De zaterdagclubs werden gekenmerkt als de grote winnaars van die afdeling. Ja. En er zijn erbij die krijgen pakken slaag, dat wil je niet weten. Ja, klopt, HSC onderaan, dat is denk ik wel de verrassendste voor mij. Maar dat zondag en zaterdag niet zo ver uit elkaar ligt als zaterdag dacht, dat verbaast mij niet. Toch niet? Nee. Ik ken allebei de competities redelijk goed en ik had dit wel een beetje verwacht. Eerlijk gezegd. Ja. De competitie is nog lang. Ja. Afgelopen zaterdag zijn we bij TC geweest. Ben je ook geweest, denk ik? Hè? Ben ik geweest. Ja. Ben je geweest. Ja. Ik misgun TC de punten niet, maar we hadden ietsje meer verdiend misschien. Ja, een minimale gelijkspel, denk ik. Maar ja, als zij er eentje meer maken, om maar eens een clichéverstal te halen, dan win je niet. Nee. Terwijl we dat misschien wel verdiend hadden, op basis van zeker de tweede helft. Maar het mag niet zo zijn, Rien. Heeft TSC natuurlijk ook een aantal wedstrijden gespeeld voordat ze ook niet kregen wat ze toekwam? Nee, dat zal over een hele competitie zal het zich zijn weg wel vinden, denk ik. Ja. Wat denk jij? Ik heb aan het begin van de competitie een aantal uitspraken van mensen die dan echt verstand hebben van voetbal. Een aantal verslaggevers. Ja. En als ik dan nu kijk, ja, dan zitten ze er allemaal naast. Hè? Ja. Het is zo moeilijk om te voorspellen. Er zijn heel veel lijstjes gemaakt door kenners inderdaad. En ja, dat blijkt anders te zijn dan verwacht. Ja, klopt. Ja, waarschijnlijk gaat AZ kampioen worden zoals het er nu uitziet. Dat is nog wel een hele lange weg in. Maar ze staan er heel goed voor. Het zal bij hun denk ik van het eerste afhangen wat er gaat gebeuren. Ja. Wat is volgens jou het manco van FC Linde op dit moment? Doelpunten. Ik denk dat wij als team prima staan. Goed voetbal spelen, aanvallend voetbal spelen. Alleen we zouden iets meer doelpunten, iets makkelijker moeten scoren. Ja. Vennebomer, Van der Laan. Ja, ze staan eigenlijk nog droog. Eén doelpuntje. Ja, als ze er één of twee maken, zou het dan niet makkelijker gaan? Kan zijn dat er dan een bepaalde druk wegvalt bij ze. Ja. Dat ze het doelpuntje nodig hebben om over die drempel heen te komen. Maar dat zal onderhand wel moeten gebeuren natuurlijk. Ja. Zondag de treffers. Spektakel op zich. Ja, zeker weten. Een hele mooie tegenstander. Voor ons weinig geheimen, denk ik. Vroeger waren we al jaren tegen spelen. Ze zijn altijd mooie wedstrijden. En ze liggen ons wel als tegenstander. Dus ook daar heb ik weer een goede hoop op. Ik wens je aanstaande zondag bij die wedstrijd tegen de treffers, Jimmy. Heel veel spelplezier. Dank je wel. We drinken nog wel een biertje, denk ik. Ik denk dat het verstandig is. Hij staat volgens mij al klaar dus.